Wat zou je advies zijn aan de MKB-spelers die op dit moment bijvoorbeeld inderdaad in ERP zitten of een andere zakelijke dienstverlening? Op welke manier kunnen zij zich wapenen tegen disruptie van buitenaf? Nou, dat komt dus bij het boek, hè? Exponential Organizations, waar we daar uitvoerig op ingaan, 4 hoofdstukken. Maar in principe moet je dus bereid zijn om jezelf te kannibaliseren en te disrupten. Oftewel, creëer een start-up aan de randen van je organisatie die volledig autonoom en onafhankelijk is. Gesupport door de CEO op lange termijn. Eigen KPI's, leer KPI's, eigen budget, lange termijn perspectief en support en ondersteuning. En dan op een nieuwe manier je bestaande pakketten ontwikkelen. Zonder legacy, sunkos, historie. Waardoor je dus veel goedkoper kunt opereren. Waarschijnlijk ook sneller en meer klantgericht. Dus dat zou mijn advies zijn. Dus ga jezelf disrupten. En creëer dan aan de randen van je organisatie meerdere ideeën, start-ups die dat mogelijkerwijs kunnen gaan doen. Kijk welke het beste loopt. Dat ga je uitvergroten en de rest faseer je uit. Via de Lean Startup methodiek, maar het kan ook op andere manieren, design thinking of een combinatie of via lange termijn visie op het product, zoals Peter Thiel zegt. Of Reid Hoffman. Alle drie is goed.